Hey Erikie, welkom in deze video. In deze video wil ik met je ingaan wat het je nou eigenlijk oplevert als je je zielsmissie leeft. En ik wil je uitnodigen om op mijn YouTube-kanaal of ja, in ieder geval op ja, mijn social media-kanalen, om daar te kijken naar wat het gedaan heeft bij mensen die vanuit hun zielsmissie bezield zijn gaan leven en bezield zijn gaan ondernemen, bezielde ondernemers. Als je kijkt wat het hun gebracht heeft, wat de zielsmissie vinden met hun gedaan heeft, in het algemeen kun je zeggen dat het vinden van je zielsmissie betekenis geeft aan je leven, meer zingeving, meer vreugde, meer energie, meer joy, meer koers. Je staat steviger op de aarde. Je weet veel beter wie je bent, wat je talenten zijn, wat je passies zijn, wat je ermee kunt doen. Het geeft een ongelofelijke drive. Het zorgt ervoor dat je minder snel in de verslaving schiet. Dat je minder snel gaat Netflixen. Dat je beter voor jezelf gaat zorgen. Je lichaam, je hoofd, je hart. Vanuit je ziel. Dus het leven van je zielsmissie geeft ja, voor mij de ultieme oplossing. Het ultieme antwoord op hoe je je leven leuk, vrij, inspiratievol, bewust, duurzaam, mooi, fris, fruitig en vitaal kunt leven. En als je wil kijken naar wat andere mensen, wat het met hun gedaan heeft, ja, kijk dan op de verschillende kanalen naar de bezielde ondernemers, waar heel veel reviews van gekomen zijn, zodat je ook meer beeld hebt bij wat je op een event kunt verwachten. Van 12 tot en met 14 januari geef ik mijn event De Roep van de Ziel. Die bezielde ondernemers, die je in die video's bijvoorbeeld op mijn YouTube-kanaal kunt zien, @ErikVerhagen, die zijn daar ook. Een groot deel van de bezielde ondernemers die voelt zich geroepen omdat ze juist ook vanuit hun joy, vanuit hun passie, vanuit hun gaven, hun talenten echt heel goed weten wie ze zijn en wat ze te brengen hebben. Vanuit hun ervaring willen ze jou ook helpen om jouw zielsmissie te vinden. Dus ik zie je hopelijk dan. Heb het goed. Tot snel. Bye bye.